Hey, ik ben Klim van SLV en ik wil je wat vertellen over directe versus indirecte verlichting. Directe verlichting is de verlichting die we doorgaans zien in gebouwen en op de openbare weg, waarbij licht vanuit de lichtbron of het armatuur rechtstreeks op het te verlichte oppervlak schijnt. Denk bijvoorbeeld aan plafondlampen of aan display- of schilderijverlichting. Aan de andere kant heb je indirecte verlichting. Dit is de verlichting die je terugvindt in koven of onder kastjes. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan met een LED-strip of vroeger met een TL-buis. Het licht schijnt indirect, dus tegen een ander oppervlak aan, een reflector of een lichtgekleurd oppervlak, en daarna pas de ruimte in. Hiermee kun je leuke ruimtelijke effecten bereiken. En bovendien is indirecte verlichting een hele vriendelijke vorm van verlichting, omdat je niet rechtstreeks in de lichtbron kijkt. Het geeft dus ook weinig verblinding. In een goed lichtplan zit zowel directe als indirecte verlichting met elkaar verwerkt. Wil je meer over dit onderwerp weten? Kijk dan naar de andere video's of kijk op hulpbijverlichting.nl.